Ja, dames en heren, we zijn weer terug met Zoo Tycoon. En jullie hebben enorm veel namen voor de dierentuin achtergelaten. Daar gaan we zo mee aan de slag, want holy shit, dat waren veel namen waardoor ik heen moest scrollen. In ieder geval, ik heb denk ik hopelijk de beste eruit gekozen van degene die ik heb kunnen lezen. En we gaan gelijk naar de game. Doe ik even mijn oortjes in, want ik weet niet meer precies wie het zei, maar zometeen komt de comment in beeld. En die had een hele slimme opmerking, want anders gaan mijn orka's dood. We gaan even checken of de orka's nog leven, of ik niet te laat ben. Nou, hij staat er nog steeds prachtig bij en zoals je ziet leven de orka's nog. Trouwens, voor de mensen die niet aflevering 1 hebben gezien, als het goed is, kan je die hier ergens aanklikken in dat informatie-ietje, weet je wel. De reactie was van de Beugelbekkies. Hij zegt, hey Don, je moet een pomp voor het water plaatsen, anders gaan je orka's dood. Beugelbekkie, je hebt helemaal gelijk. Dit kan echt niet door de beugel. We beginnen gelijk goed. In ieder geval, dan gaan we weer hier naar. En bij hekjes heb je als goed is ook ergens een waterfilterpomp. Hè? Weet je wat het waarschijnlijk is? Is dat ik ben nog niet een hoog level genoeg om zo'n waterpomp te hebben. Die waterpomp moet je aan de zijkant zetten van je aquarium, van je waterhok. Anders wordt het hele hok vies en dan gaan je orka's dood. Oké, eerst gaan we even inzoomen. Dan gaan we naar de leeuwen. Want weet je wat ik nog altijd heel goed herinner? Als je het spel hier op pauze zet. Kijk, je kan het spel gewoon zelfs op pauze zetten. Echt geweldig. Wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat je als je bijvoorbeeld een bezoeker pakt. Kijk, die kun je opzetten en als je dan hierin zet. Hier, en je zet hem weer aan. Kijk, dan krijg je iets heel leuks. Ah! Ik had wel gehoopt op wat leukers. Oké, we gaan de tweede ronde. Pak hem. Hé, trouwens, ik zie nu dat de leeuwen dit gedaan hebben. En ja, oh ja, jij gaat hem pakken. Gaat hij hem pakken? Gap, waarom wordt niemand gepakt? Dit is niet leuk. Oké, we hebben pech vandaag. Er zijn kleine leeuwtjes. Zeer goed. Oh, er zijn er zelfs 3. En 1 is er al volwassen geworden. Oké, in ieder geval, we zoomen weer even uit. Voor de mensen die niet weten hoe onze dierentuin eruit zag. Giraffen, leeuwen en orka's. Maar, vorige aflevering, heb ik beloofd dat ik een naam ga kiezen hoe we de dierentuin gaan heten. Nu heet het Zoo Tycoon van DNP en Do Not Present DP. Ja, jullie snappen het. Ik heb het in ieder geval verkeerd getypt. Oké, we gaan de reacties erbij pakken. En dan kunnen jullie hierboven zo meteen stemmen in zo'n polletje. En dan de volgende aflevering wordt echt de definitieve naam gekozen. Dus zou zeggen, laten we overgaan naar de namen. Oké, de eerste is de dierentuin van Don. Die denkt dat hij voor leeuwen kan zorgen, maar dat eigenlijk niet kan. Dus Don er een klein beetje geld of zo aan de leeuwen maar eerst even betalen. Anders ben je illegaal dierentuin doen. Dan hebben we super tol. Dat betekent volgens mij iets super leuk of super grappig. Betekent tol in het Duits. Dus die vond ik echt super leuk. Super tol. Ik hou van de woordgrapjes, dat weten jullie. Dan hebben we Don Kikong. Die vond ik ook heel erg leuk. En dan de laatste, die is van Mike. En die zegt, noem je park het Donfinarium. Dat vind ik ook leuk. Ook hebben we niet alleen maar waterdieren. Maar ik vind de naam wel leuk. Ik zou zeggen, stem hierboven. En dan de volgende aflevering weten we wie er gewonnen heeft. Oké, het monster van Loch Ness. Dat is vandaag het eerste dier dat ik wil maken. Maar als het monster van Loch Ness nou een Facebook-account heeft, hè, en hij wil niet inloggen, maar uitloggen, doet hij dan aan uit Loch Ness? Oh, trouwens, kijk, hier kan je ook aanklikken allemaal, Zoo Tycoon, dinosaurussen of marine mania. Oké, dan, ja. Oh ja, voordat we een dierentuin gaan bouwen van monster van Loch Ness, moeten we eigenlijk hier even één groot plein maken en doen we even 1, 2, 3. En nu hebben we een heel mooi pleintje. En wat ik al in de andere aflevering had gezegd, nu is het van groot belang, dan moeten we hierheen, dat we zo'n ding neerzetten. Als de dinosaurussen ontsnappen, dan pakt de helikopter die dinosaurussen op en die droppen ze dan terug in het hok. Oké, dan gaan we wat wetenschappers neerzetten die voor de dinosaurussen zorgen. En een stuk of 8 of zo. En dan kunnen we hier misschien ook de eerste eetentjes gaan neerzetten. Kijk, doen we alleen even Zoo Tycoon. WC hebben we dan hier. Maar dan gaan we hier gewoon even een hotdog stand neerzetten. Ja, als ze de bestelling opnemen, hè, dan vraagt die vent van, hey, hoe is het? Goeiedag meneer, wat wilt u bestellen? En zegt hij, wat? Ja, of je worstlust. Nee. Oké, we gaan ook even een nacho tentje neerzetten. Nou, drinkenstand hebben we net neergezet. Daar kan nog wel een bankje hiernaast. Kijk, en zo heb je een pleintje waar mensen kunnen eten. En hier kunnen ze dan alleen snacks halen. Het monster van Loch Ness. Zullen we die gewoon hier zo maken? Ik vind van wel. Dan moeten we eerst gaan kijken wat voor hok ze nodig hebben. We zetten gewoon even een elektrisch hekje neer. Kijk, nou, hier de ingang. Dan gaan we als eerst gewoon die dieren maar neerzetten. Hier, monster van Loch Ness. Oké, zetten we ook nog even een vrouwtje neer. Vrouwtje toch? Ja. Nou, 2 eitjes. Als het goed is, gaat die vent nu naar binnen. En dan gaat hij die eieren bespuiten met iets of zo. We gaan gewoon gelijk nog een dinosaurus neerzetten. En we gaan gewoon gelijk deze neerzetten.
Een Allosaurus. Die gaan we dan hier zetten. Of nee, hier gaan we eigenlijk nog een aquarium maken. We maken dit gewoon een dino hoekje. Oh, more animals and objects have become available for purchase. Beter kunnen we nu zo'n pomp krijgen. Oh ja, ja, ja. Hij staat erbij. Een pomp. Dit is goed, jongens. Dit is goed. Oké, sowieso zetten we er hier eentje. Kijk, hij maakt waarschijnlijk gelijk schoon. En we zetten er gewoon hier eentje. En dan moeten we even zomaar een pad ernaast maken. Dan kunnen mensen er alsnog door. Kijk, het ziet er nog mooier uit ook. Het moment van de waarheid. 1, 2, onkein dreimal. They don't like that. Wanneer komen die eieren uit dan? Want nu moet ik wachten op twee soorten eieren. Oh, oh. Oh, if you speak about the devil. Kijk. Oh, oh. Waar gingen we er terug in? Grap, dit is legendarisch. Oké, wat willen ze hebben? Ze willen sowieso zoet water of willen ze zout water? Zand willen ze hebben. Oké, fresh water, dus zoet water. Oh, dit is lijp, grap. We moeten een beetje het trein open laten voor die, dat ze eten kunnen geven en zo. Kijk, die vent is er gelijk aan het inenten of wat hij aan het doen is. Oké, willen ze nog ook een boom of zo? Oké. Oh, oh, shit. De T-Rexen zijn ook uitgekomen. Uh-oh. Die moeten we eerst even gelukkig maken, want anders gaan ze ontsnappen. Oh, en die hebben lekker vlees. Kijk, deze dingen zet ik dan altijd neer. Zet ik er 100 van neer. En dan gaan ze allemaal kapot trappen. Nou, dit keer trap ik er niet in. Oké, toch trap ik er wel in. Hun trappen er ook zo in. Ze willen shelters. Oké, wat voor shelters willen jullie dan? Hey, kijk, we hebben trouwens een ijsco-ding. Die wil ik ook even hierbij zetten. Zo, jezus. Dit gaat toch nooit passen, vriend? We moeten even bomen gaan weghalen. Grap. Holy shit. Dat, grap. Wow, grap. Kijk hoeveel ik al gedaan heb en hoe blij ze zijn. Trouwens, zie deze reactie. En dit soort reacties krijg ik heel veel. Dames en heren, ik heb niet mijn haar geverfd. Het is gewoon zo blond van zichzelf. Ik kan er ook niks aan doen. Niet dat ik het erg vind, ik vind het eigenlijk wel geinig. In ieder geval, niet genoeg fresh water. Doesn't like rubble. En rubble betekent een soort vuilnisachtige... Ze hebben die boom alweer kapot getrapt en dat is die rubble. Hier, eenmaal. Tweemaal. Nou, dat was het, hè. Oh, nee, oh, precies, daar zag je het. Waarom doet hij dat? This exhibit is well suited for Allosaurus. En kijk eens hoe blij ze zijn. Happiness 0. Dan gaan we even naar het monster van Loch Ness. Oh, trouwens, wat ik nu doe, nooit doen, dames en heren. Ik plaats midden in het water, plaats ik nu die stenen. Die scientists kunnen daar niet bij komen. Stapelt zich er allemaal poep op. Krijg je één dikke stronthoop. En dan worden de dieren niet zo blij. Dus ik moet even weer water neerzetten. En dat bruine steen dan even hier naartoe uitbreiden of zo. Oké, nou, kijk. We hebben twee hokken gemaakt. Ze zijn allebei well suited, staat erbij. Maar ze zijn allemaal toch niet zo heel blij. Dit is een beetje het overzicht zo. Nou, ik zou zeggen, pittig mooi, toch? Wacht, als de leeuw niet mensen wil eten... Misschien hebben ze hun wel trek in dit. Of nee, toch niet? Als je zo'n beetje kijkt, dames en heren, dan begint het toch wel ergens op te lijken, toch? Ik zie wel dat de hoek bij de giraf een beetje, ja, dood is. Dus ik zou zeggen, we gaan hier gewoon uitbreiden. Maar we kunnen nog geen olifanten, dat kan pas veel later. Ik zou gewoon zeggen, we maken gewoon twee hokken tegen elkaar. Kijk, zo'n informatiebord is eigenlijk ook wel handig. Dat moeten we misschien bij de ingang even neerzetten. Dit is perfect, kijk. En dan als we nou het beeld even omdraaien... Dan zetten we die hier ook een neer. Zebra's leven in kuddes, dus ze willen eenmaal... Tweemaal, driemaal, en viermaal. Oh, dat vinden ze toch niet zo leuk. Wat ze wel leuk vinden is savannegras. Kijk, eigenlijk is dit een beetje een standaard hok, net als bij de leeuwen. Eigenlijk heb ik de leeuwen een veel te klein hok gegeven, denk ik nu. Maar wat ze sowieso altijd willen, dit soort dieren, is savannegras, zoet water, wat boompies, een hokkie. Een hokje vinden ze echt heel belangrijk. Dus wat we gaan doen is, ze gaan niet hier, hier is de ingang, dus dan zien de mensen het slecht. Eigenlijk moet je het gewoon even naast het water, moet je zo even een hokje zetten, hoppatee. En dan bim, valt je camera uit omdat hij een punt heeft bereikt dat hij maar een half uur kan filmen. Heel leuk, dit is eigenlijk een gouden tip voor camerabedrijven. Alsjeblieft maar camera's die niet automatisch stoppen na een half uur. Volgende aflevering gaan we weer andere super toffe dingen bouwen. Ik zou zeggen, wees er natuurlijk gewoon lekker bij. Kom lekker chillen. Pak er altijd gewoon even wat lekkers bij. En eigenlijk had ik dit misschien moeten zeggen aan het begin van de aflevering, maar dat maakt niet uit. Zie het niet als echt even snel een YouTube video kijken. Zie het als even gewoon lekker chillen, even meekijken hoe we een lekker dierentuintje bouwen. Dus dan kunnen jullie dat ook weer doen. Lekker chillen met mij, de volgende aflevering. En dan, ja... Zie ik jullie bij de volgende video. Dus dan ga ik het weer zeggen wat ik altijd zeg. Tot de volgende video.